De 7 ster Meganium is dit weekend terug, dus mocht het je nog niet gelukt zijn om deze Terra Raid te verslaan, dan heb ik hier de solo strategie voor je. De Pokémon die ik voor deze strat gebruik is Annihilate. De Annihilate moet level 100 zijn, de Ghost Terra type hebben en als held item een Scope Lens. De moves die we voor deze raid gaan gebruiken zijn Rage Fist, Bulk Up, Focus Energy en Taunt. Zorg ervoor dat je Annihilate EV getraind is op HP en Attack en dat hij in ieder geval hoge IV's heeft op HP, Attack en Speed. De Nature moet Adamant zijn en de Ability maakt dan niet uit bij deze strat. Nu dat je Annihilate klaar is, is het tijd voor de raid. Eenmaal in de raid gebruik je als eerst Taunt. Dit gaat ervoor zorgen dat Meganium 3 beurten geen curse kan doen. Nadat je Taunt hebt opgezet is het belangrijk om je Terra Orbs op te laden, dus nu doen we Rage Fist. Let op dat je na 3 beurten opnieuw Taunt moet opzetten en dat nog voordat Meganium haar shield opzet. Het ideaal is eigenlijk als Meganium je 1 keer laat feinten zodat je vervolgens terugkomt met volle HP. Als dit gebeurd is moet je terrestrializen en dan 3 keer Bulk Up gebruiken. Dit zal je attack en defense verhogen. Daarna doe je 1 keer Focus Energy en dan is het tijd om de raid af te maken. Nu doe je 2 keer Rage Fist en hiermee heb je Meganium verslagen. Check de comments voor de build en raid stappen en vergeet natuurlijk niet om te volgen.